Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Mastercard. UEFA Champions League sponsors. Mooie bal wel door het midden. En dan geraakt Dortmund toch vrij makkelijk aan de overkant. Marco Reus. Haaland had hem ook kunnen laten aan Bellingham. Hier is hij dan toch de Engelsman. En daar is het eerste schot in de wedstrijd. En de eerste redding van Ederson. Net geen 7 minuten ver. Jude Bellingham. Can kan de tijd nemen om te draaien en te kijken. Dan is dit heel erg slordig. Emre Can. En dan kan het snel gaan. De Bruyne. Foden is vrij op links. Daar gaat het ook naartoe. Lopende mensen voor doel. Mahrez moest uitwijken. En daar is het doelpunt al. Kevin De Bruyne. Een foutje van Borussia Dortmund wordt genadeloos afgestraft door Manchester City. Bal onderschept door Mahrez en dan De Bruyne voorbij Morey. Die probeert hem nog tegen te houden, maar dat lukt niet. Op het goede moment naar Foden in één tijd. Mahrez goed teruggelegd en dan De Bruyne gevonden. Prachtige goal. Belangrijke rol voor Kevin De Bruyne. Ook om weer positie te gaan kiezen en dan af te werken. Schitterende goal. En voorlopig dus die ene goal van Kevin De Bruyne. Die het verschil maakt tussen deze twee. Ederson komt nog eens voetballen, verslikt zich. Maar krijgt de vrije trap mee. Hier mag hij van geluk spreken, Ederson. Geen de beste controle van Ederson. Ja, dit is in de sprong pakt hij die bal mee. Overtreding. Het is een overtreding van Ederson, kan je zeggen. Schopt op Bellingham. Het is een overtreding van Ederson als je er een moet geven. Uitvoetballen van de achterste vier bij Dortmund toch net iets te weinig. De Bruyne met de steel. Foden kan hij lanceren. Een goed positiespel is er ook van Akanji. Daoud probeert Haaland weg te sturen. Haaland zet goed zijn lichaam. Daar is de kans voor Haaland. Maar hij stuit op Ederson. Voor het eerst in stelling gebracht in het begin van de tweede helft. Erling Braut, Haaland. Prachtige bal van Daoud. Hij is sneller dan Stones was het zeker. Ja, die dan keek naar de ref, zo van was dit geen overtreding? Nee hoor, gewoon dat sterke lijf. En dan een goede redding Ederson nodig. 1-0 is hoe dan ook verraderlijk. Ja. En kan er ook van uitgaan dat als ze moet komen tegen City, dat die daar wel een doelpunt maken. De diepgang bij Kevin De Bruyne. Weg bij Hummels. Veel volk mee. En daar is de 2-0. Nee, Foden op hits. En dan een wilde trap van Cancelo. Daar is eindelijk nog eens een versnelling van Manchester City. Weer is het De Bruyne. Eerst zonder bal, dan met. En Phil Foden weet dat hij hier de kans laat liggen om City op weg te zetten naar de halve finale. Computer gestuurd, hè, loopt Kevin De Bruyne. En speelt hij ook deze bal. Goeie redding, hits. Maar slecht afgewerkt. Ja, je mag je hits geen, kans geven. Ze hadden die tweede moeten maken op die geweldige actie weer van Kevin De Bruyne. Ook nu weer niet te stoppen. Die is gewoon sneller dan iedereen. De Bruyne, daar was bijna de 2-0. Ja, als hij het niet doet, doet niemand het. Hier is hij. En daar is Meunier. Ja, ja. Heel hoog dus. En Foden heel laag. Moet mee. En dat is misschien wel goed. De durven overgaan. Bellingham, daar is hij nog eens. Haaland, kijk eens, dit is de kans. Reus maakt er 1-1 van in de 84ste minuut. Dan toch dat zo belangrijke doelpunt voor Borussia Dortmund. En Marco Reus, de vlaggendrager van de club, die een heel moeilijk seizoen beleeft, bevrijdt Dortmund. En City afgestraft voor zijn gebrek aan
echte wil om de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen. Hier is hij dan. Phil Foden doet het dan toch. In de 90ste minuut opnieuw de voorsprong voor Manchester City. En dan toch weer een versnelling. Frustratie bij Marco Reus. Ze gaan dan toch moeten scoren in Dortmund volgende week. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken en Mastercard, UEFA Champions League sponsors.